Personen die de Javaanse taal spreken, kunnen voortaan de Bijbel in eigen taal lezen en bestuderen. Het Surinaams Bijbelgenootschap SBG heeft een complete vertaling van de Bijbel uitgegeven in het Javaans. Minister Mike Nushalim van Binnenlandse Zaken mocht een exemplaar in ontvangst nemen. Het ministerie is verantwoordelijk voor de accommodatie van religieuze organisaties ten behoeve van de godsdienstbeleving en harmonie in de samenleving. De Surinaams-Javaanse kerkgemeenschap met de stichting Bebarengan heeft een enorme bijdrage geleverd aan de uitgave van deze Bijbel. Het Javaans wordt door ruim 80 tot 100 miljoen personen op de wereld gesproken, waarvan het grootste deel zich op Java bevindt. Daarnaast zijn er gebieden waar door immigratie ook Javaans wordt gesproken. Een van deze gebieden is de Suriname. Maar ook in Nieuw-Caledonië en Nederland zijn er Javaans sprekende gemeenschappen. In zijn toespraak heeft de minister benadrukt hoe belangrijk talen zijn. Taal maakt het mogelijk dat we met anderen kunnen omgaan, onze waardesystemen, onze sociaal-culturele codes, onze religieuze ervaringen en percepties met hen delen. Door taal leren we de wereld te begrijpen en te ordenen. Ook is taal de drager van onze identiteit, waarden, normen, cultuur en geloof. De afdeling Wegen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft al de deplorabele zandwegen van het Maratrete-project aangepakt. Het gaat om ruim 15 wegen die een onderhoudsbeurt kregen, zodat de wegen beter begaanbaar werden voor al de weggebruikers. Ja, in het Maratrete-project op dit niveau zijn de hoofdwegen wel verhard. Maar de binnenwegen en de tussenstraten die zijn dat helaas nog niet. Er is in de afgelopen jaren een poging gedaan om de weg in redelijke staat te houden. Maar met de zware regens van de afgelopen regenperiode zijn de wegen in hele slechte staat gekomen. Ook op basis van heel veel verzoeken en aanvragen vanuit de gemeenschap daar hebben we dus een inventarisatie gemaakt van wat de werkzaamheden zijn die moeten plaatsvinden. En daar zijn we dus deze week mee begonnen. We zijn begonnen met materiaal aanvoeren daarvoor. En ons zwaar equipment is dan aan de slag gegaan om de wegen beter begaanbaar te maken. Dus daar zijn we nog niet klaar. Maar er is een heel goed begin gemaakt en we hopen dat de gemeenschap daar positief op reageert. De buurtbewoonster Amber Boutersen uiteerst haar misnoegen over de situatie waarin de wegen verkeerden. Ik vind de weg niet zo prima, want zolang het regent is het vervelend voor die auto's, want het breekt die auto's ook. En we kunnen niet naar school dus als het echt hard heeft geregend hoor. Dus daar worden al je schoenen nat en zo vies. Het is wel een beetje vervelend. Alleen de hoofdwegen, het is niet zo prettig. Want voor die mensen die binnen het project wonen is het niet zo prettig. Met het werk dat de afdeling Wegen heeft verzet, is er een hele verandering in de wegsituatie. Goed als ze dat gaan aanpakken, want dan is het beter voor ons op zo'n manier. Ja. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken is belast met het scheppen van optimale ontplooiingsmogelijkheden ten behoeve van de jeugd.
In dit kader wordt jaarlijks het project Zinvolle Vrije Tijdsbesteding, waaronder vakantiewerkgelegenheid, uitgevoerd. Landelijk werden schoolgaande jongeren tussen 15 en 24 jaar in de gelegenheid gesteld om zich daarvoor te registreren. Een van de registratielocaties was het Soze Sportcomplex. Middels vakantiewerkgelegenheid worden schoolgaande jongeren in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met nieuwe en moderne wijzen van landbouwproductie. Jongeren worden hierbij in de gelegenheid gesteld om in landbouwbedrijven een vakantiejob in te vullen. Hiernaast dient de mogelijkheid zich voor het aanreiken van vaardigheden door kennis te maken met het arbeidsveld. De registratieperiode is intussen achter de rug. Momenteel vindt de screening plaats, waarna het plaatsen van de jongeren volgt. De jongeren worden in twee groepen verdeeld, waarbij elke groep 10 dagen werkt.